En dan loopt hij naar het raam toe. En dan doet hij het zo open. En dan zie je zo die... Boom! Die hele... Dat het hele gebouw opgeblazen is. Hallo kijkers van Harme Frodo. En welkom bij alweer de 14e aflevering van Frodo Reageert. En in deze aflevering reageren we op de Capitol Bombing in de grote hitserie Designated Survivor. Designated Survivor gaat over het volgende... Tijdens de State of the Union, een beetje wat bij ons Prinsjesdag is, wordt er één parlementslid, één congressman van de Amerikaanse politiek, wordt op een geheime locatie neergezet waar niemand weet waar die is. En dan is hij designated survivor, dus mocht het hele kabinet worden opgeblazen, dan wordt hij de opvolger. Nou, je kan natuurlijk vast al wel raden waar deze serie dan over gaat. We volgen Tom Kirkman, de minister van House and Urbanization Development, die dit jaar uit is gekozen als Designated Survivor. Alleen dat begin al van die serie, dat ze zeggen van... There is time when we make history, and there is time when history makes us. Dat geeft je meteen al zo'n feeling. Je weet meteen dat je terecht bent gekomen in Amerika. The question is... How do we pay for it? En als er iets mooi is aan het begin van Designated Survivor, is het dat je meteen de karakters die in Designated Survivor een belangrijke rol spelen, die krijg je meteen al te zien. Meteen in de eerste minuut van de serie loopt de First Lady... Nu geef ik spoilers. Mocht je überhaupt geen spoilers willen, dan moet je dit soort video's niet kijken. Maar de personage die natuurlijk de First Lady wordt, die loopt dan meteen binnen in de allereerste minuut van de serie. En in deze serie echt alles valt al meteen samen. Je hebt ook al meteen dat deel met humor. Dat hij dan zegt, let me talk to her. En dat zij zegt, no, you can't talk to that. Echt mijn hart die smolt al toen ik de allereerste keer haar zag. Want zij is echt de beste kindactrice gewoon van de hele wereld ofzo. Echt hoe goed ik haar vind. En ook zo geweldig dat zij in deze serie zit. En Designated Survivor is natuurlijk echt een programma, als je het al gezien hebt, als je de serie al gezien hebt, dan weet je dat het iets is waarin de clue al in de eerste 5 minuten duidelijk wordt. Terwijl na 2 minuten weet je nog niks eigenlijk. Maar na 5 minuten weet je alles waar de hele serie over gaat. En dat vind ik zo geniaal in elkaar gezet. En ook als je het over die humor hebt, dan merk je meteen dat die moeder die je straks allemaal dingen aan het fluisteren, zo van, ze kan echt niet op deze manier doorgaan. En precies als zij dat zegt, dan doet hij precies het tegenovergestelde van wat zij zegt. Ik vraag me al meteen in dit stuk 1 ding af, het heeft niks te maken met de hele serie, maar waarom, als je wakker wilt blijven, waarom bel je dan je ouders? Als je ouders weg zijn en je wil wakker blijven, gewoon tot midnight of hoe ver je wakker wil blijven, doe het gewoon. En dan ook al meteen maakt hij zo'n grap, dan heb je al het gevoel dat je meteen weet wat hij in Amerika is. Dan zij zegt, de moeder die zegt dan van, je kan echt geen afspraak maken die je niet kan houden. En dan zegt hij, we zijn in Washington. De enige afspraken die we maken zijn afspraken waar we ons niet aan houden. En dan op dat moment dat die tv uitvalt, dat is het allereerste moment dat je denkt, nu gaat het echt beginnen. Nu komt wat we allemaal willen zien, nu komt het. En dat moment dat hij binnenkomt en roept, Mr. Secretary, you need to put the phone down. You need to put the phone down now. En dat is zo'n geniaal moment in de serie. En dan hint 1 die je krijgt is die tv die uitvalt tijdens de State of the Union. Tijdens de State of the Union. Zo, het gaat niet lekker vandaag. De tweede hint die je krijgt is dat die Mike die zegt dan van we lost contact. En dan denk je al van oké, en die tv viel uit en ze hebben geen contact meer. En dan voel je eigenlijk al wat er aan de hand is. En daar gaat hij dan, naar dat raam toe. Want hij zit natuurlijk op zo'n hele geheime locatie in Washington. Maar hij kan vanuit het raam natuurlijk gewoon de Capitol gebouw zien. En dan loopt hij naar dat raam toe. En dan doet hij het zo open. En dan zie je zo die... Boom! Die hele... Dat hele gebouw opgeblazen is. Dat hele Congress gebouw. En dat is echt zo'n moment. Dan weet je meteen, ik ben in de serie beland. En... Het klinkt misschien heel cruel nu hoe ik het allemaal aan het zeggen ben. Maar dat stuk vind ik zo mooi in elkaar gezet in de serie. En ook als er iets dom is,
Is het als je naast een raam gaat staan bij zo'n explosie? Ik begrijp sowieso niet dat het raam niet barst. Want als je zo'n enorm gebouw als de Congress opblaast, ga ik ervan uit dat er wel wat meer gebeurt dan alleen een soort vlammetje de lucht in heel Washington. Maar echt, wauw. Moet je eens heel goed opletten. Op het moment dat Kirkman, dat is de hoofdpersoon, dat die wegstapt bij dat raam. Want die Mike die zegt van stap weg bij dat raam. En dan ga je zelf even bij dat raam kijken, moet je goed opletten. En dat was dus het stukje van vandaag. Willen jullie dat we vaker reageren op clipjes uit Designated Survivor? Dat kan. Laat het even weten door deze video massaal te delen, te liken of te reageren hieronder. Op de video waarin we hebben gereageerd op Sherlock van BBC hebben we echt heel veel views, likes en alles gekregen. Dus ik weet dat ik dat vaker ga doen. Maar moesten jullie nou willen dat ik ook vaker op Designated Survivor ga reageren, laat het dan zeker weten. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende aflevering van Frodo Reageert. Tot ziens, tot later. Miss me.